Helemaal. Voordat deze video begint wil ik me alvast even excuseren voor het feit hoe ik eruit zie, hoe ik ruik. Maar daar hebben jullie gelukkig geen last van. En voor mijn kop. Ik kom zojuist van een vlucht van 7 uur. Maar met 4 uur vertraging en ik heb een jetlag van hier tot Tokio. Dus ik ben echt helemaal kapot aan het gaan. Maar ik heb hier een hele grote stapel met zooi die ik heb meegenomen uit Amerika. Plus nog een paar andere dingetjes die nog leftover zijn van mijn verjaardag. Dus ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Without any further ado, let's get started. En er komen geen vlogs online, want ik heb niks gefilmd. Oké, dit heeft even niks met Amerika te maken. Maar dit heb ik nog voor mijn verjaardag gekregen. Dat was 6 maart, dus dat is alweer een maandje geleden. Maar dat is deze. Dat zijn 3 fucking mooie Daniel Wellington horloges. En ik zal even beginnen met deze. Want deze zit in een ander doosje, dus super speciaal. Oké, in het prachtige doosje zit... Ik heb het er weer in gedaan. Maar dit is de classic petite horloge. En deze is super mooi. Deze heeft een... dat heb ik zelf uitgekozen. Maar een zilveren... heeft zilver hardware met een zwart wijzerplaatje. En dit is zo mooi. Smal en subtiel. En dit heeft echt een heel erg mooi detail aan een simpele outfit. Dit horloge, dit is de Classic Petite. En deze heb je in verschillende kleuren. Je hebt hem bijvoorbeeld ook in het roze goud. En met een wit wijzerplaatje. En zo kan je hem helemaal zelf customizen. En voordat ik het vergeet, ik heb een discountcode voor jullie. En dat is SAAR. En dan krijg je 15% korting op gewoon de hele Daniel Wellington website. Dus als je een horloge wil bestellen, gebruik dan even mijn code. Dan heb ik dit horloge. En dit is een van mijn favoriete horloges geworden. En dat is deze. En het heeft een heel erg simpel bandje. Het is gewoon van stof met blauw en rood. En dan is het wijzerplaatje is wit met een met zilveren details. En dat vind ik heel erg mooi. Zoals ik al zei, zilver is echt mijn kleur. Mijn favoriete aspect aan het horloge is dat het, zeg maar, het bandje is lekker sportachtig. Bijvoorbeeld met het blauw en het rood. Maar je hebt hem ook nog in andere kleuren. En dat het wijzerplaatje zo klein is. Dat vind ik ook heel erg mooi. Het staat heel erg chic en vrouwelijk om je pols. Ik heb niet zulke hele smalle polsjes of zoiets. Maar dat, ik kan het echt niet. Zo dus. Dus dan staat het gewoon heel erg mooi en chic. En dat vind ik wel heel erg mooi staan. En dan heb ik als laatste nog een horloge voor mijn vriendje mogen bestellen. En dat is deze. Dit is het horloge wat mijn vriendje heeft besteld. En in de close-up zie je het zo meteen veel beter. Maar dat is deze. De band van dit horloge is bruin. En dan is de hardware is roze goud. Zoals je hier iets beter kan zien. Maar het bandje dat is dus van echt leer. En het is bruin. Dat vond ik al heel erg mooi en chic staan. Ik vind het bij mannen altijd wel heel erg mooi staan. Als ze bijvoorbeeld een overhemd of een shirt in hebben. En dan... een groot horloge erbij. Ook op de mannencollectie is de kortingscode geldig. En deze gaat naar mijn boyfriend toe. Dan verder naar de Amerika zooi. Oh mijn god, yes. Ik begin eventjes met het snoepgoed dat ik heb gekocht. Want dat is al bijna op. Om te beginnen heb ik hier candy corn. Ik zal hier even inzoomen. En dat is dit. En candy corn, daar was ik heel erg benieuwd naar. Want dat zag ik altijd in Amerikaanse video's. En dit is candy corn. Dit zijn dus kleine snoepjes. En je kan het heel erg goed vergelijken met schuimpjes. Die je bijvoorbeeld bij Sinterklaas hebt. En ze zijn wit, oranje met geel. En het zijn dus kleine maiskorreltjes allemaal. En dat zijn deze. Ik heb dit gewoon bij CVS gekocht omdat dat om de hoek zat bij mijn appartement. En ik was hier gewoon heel erg benieuwd naar. En het smaakt gewoon precies hetzelfde naar schuimpjes. Dus voor de smaak hoef je het in principe niet echt te doen. Als je denkt, oh mijn god, Amerikaans snoep. Dan wel, want het smaakt echt best wel lekker. Dan had ik op Twitter gevraagd wat voor Oreo's ik het beste kon nemen. De keuze was Thins Golden Oreo's en Birthday Cake Oreo's. Ik had de Thins had ik al geproefd en de Golden ook. Dus ik ben voor haar birthday gegaan. En die was ook als best uit de test gekomen. En dat zijn deze. En Amerikanen hebben echt een obsessie met birthday cake flavor. Ik heb birthday cake daar gegeten met een paar vrienden. En het is heel erg zoet. Het smaakt naar boter en suiker. Dat is in principe de smaak. En dit is hoe zo'n koekje eruit ziet. Ik voel me echt een foodblogger opeens. Maar de crème heeft dan van die sprinkles erin zitten. Dus gewoon met kleurtjes roze, blauw, geel en groen en zo. Het koekje smaakt gewoon hetzelfde. Maar alleen de crème dat smaakt dus meer naar frosting dan naar de klassieke crème die erin zit. Ik vind het heel erg lekker. Je moet er niet meer dan 3 van eten. Want dan ga je echt over je nek. Dan moet je echt barf tot je er niet meer... Tot je niet... Oh kut, het valt. En het is kapot op mijn bed. Kruimels overal. Hello darkness, my old... Wat ik dus wilde zeggen. Je moet er echt niet meer dan 3 eten. Want dan ga je echt over je nek. Want het is super zoet. Maar het smaakt wel echt fucking lekker. Dit is al bijna op. Maar dit waren of zijn M&M's met pretzel smaak. En dat is heel erg lekker. Dat zijn gewoon van die kleine pretzelbolletjes. En ze zijn ook wat ronder dan normale M&M's. Maar pretzels, dat zijn van die kleine zoutjes. En dat is dat nu in M&M's smaak. Ik vind het heel erg lekker. Ik heb er volgens mij 4 euro voor betaald. Maar het was wel echt het geld waard, vind ik. En als ik weer terug ga, dan ga ik er zeker meer van kopen. Dan heb ik nog Jolly Ranchers meegenomen. En dit kan je een beetje vergelijken met shirtjes. Dit zijn in principe gewoon
hele chemische zoertjes. De smaken zijn blue raspberry, green apple, cherry, grape en watermelon. En zoals je op de verpakking kan zien, zijn het gewoon hele basic van een beetje transparante soepjes waar je op kan zuigen. En staat hier ook op de achterkant, keep sucking. Ze staan beneden in een pot en ik was een beetje te lui om het allemaal weer in het zakje te gaan doen voor de video. Maar dat zijn deze dus en die smaken heel erg zoet en best lekker. Beetje chemisch, maar ja, dat is wel gewoon lekker voor een vliegtuig en mijn tong is blauw. Dan heb ik op iedereen's aanraden Sour Patch Kids mee. Dan heb ik op iedereen's aanraden de Sour Patch Kids meegenomen dus. En dit zijn van die winegums, maar dan met van dat zure suiker eromheen. Ik vind het persoonlijk echt super vies. Ik vind het echt niet te kanen. Ik hou op zich best wel van zure snoepjes, maar ik vind het echt walgelijk. Ik vind het echt nergens naar smaken. Ik heb ze dus ook nog liggen, dus als er vrienden van mij dit kijken, kom het alsjeblieft ophalen, want ik eet het niet. En papa ook niet, en mijn vriendje ook niet. Dus dat zijn deze, maar ik zou het niet aanraden om mee te nemen. Maar echt niet. En dan heb ik als laatste kut hipster dat ik ben, heb ik nog Voswater meegenomen. Dit was omdat het goedkoper was dan dat Fuji water. En ik wel een leuk flesje mee wilde nemen op het vliegtuig. Dus dat is dit. En dit is Noors water. Of tenminste, dit is niet meer. Dit is al bijgevuld vanuit de kraan uit mijn huis. Maar het is dit. Oké, dan nog iets uit CVS. Dat is deze. Ik heb alleen de speedstick meegenomen. Ik had mijn deo vergeten. Dus ik dacht, nou ja, ik hou veel meer van crème deo's dan van spray deo's. Vind ik vies. Ben ik bang dat het ontploft. Dus ik heb dit meegenomen. Het werkt echt super goed. Ik ben helemaal fan. Dus ik ga er wat meer mee nemen als ik volgende keer weer ga. Maar dit is in principe gewoon een crème stick deodorant. Volgens mij kan je dit ook prima zelf maken. Dat deed ik vroeger ook altijd. Maar ik had dus niks bij me. Dus ik had deze gekocht. Volgens mij is dit nog maar $3 of $4 in Amerika of zo. En dat vind ik prima. Dus deze. En dit is in de geur Invisible Dry Shower Fresh 24 Hour Protection. Ik heb geen idee wat er van de kleur was op de geur. Maar dat is deze. Dan heb ik bij de Disney Store nog zo'n Tum dingetje gekocht. Ik heb er ook al eentje van Marie van de Aristocat. En dit is het stampotje van Bambi. Deze vond ik gewoon heel schattig. Hij kijkt zo vrolijk en lief. En deze was volgens mij $5 of zo. Dit heb ik op mijn eerste nacht gekocht. Dus dit was ook een beetje tevens mijn knuffeltje voor de afgelopen paar dagen. Ik had mijn normale knuffel ook bij me, want ik ben nog een kind van 5 mentaal. Maar deze had ik zo bij me en die is super schattig. Dan heb ik ondergoed gekocht bij Victoria's Secret, want we hadden weer een goede deal. Eentje heb ik al aan, dus die ga ik niet heel erg duidelijk laten zien. Maar dat is dezelfde als deze. Ik heb alleen maar soft bras gekocht, want dat is in principe het enige wat ik draag. Maar dat zijn deze. En dit zijn ook een soort van bralettes. Dus ik zou deze in de zomer op zich nog best wel gewoon normaal aan doen naar het strand of zoiets. En dat zijn dus deze. De actie was 2 voor €25 of dollar. En deze heeft gewoon een heel erg schattig bloemetjesprintje. Degene die ik nu aan heb is dezelfde, maar dan in het groen, zoals je wel kan zien. Dus dat is die. Lekker weer ondergoed laten zien, Sarah. Go for it. En dan heb ik ook nog in dezelfde, volgens mij is het dezelfde, ja, het is dezelfde. In het bordeaux en in het blauw. Dus ik heb €50 uitgegeven voor 4 BH's en een onderbroek. De onderbroek was wel duur. Ik had met dit printje had ik dezelfde onderbroek, maar die zit in de was. Dat ga ik jullie niet laten zien, want het is disgusting. Dan heb ik 2 dingen gekocht bij Chanel. Allereerst een lipgloss en een mascara. Dat zijn de enige 2 dingen die ik heb gekocht. Maar ja. Om te beginnen heb ik Rouge Coco Gloss in 724 gekocht. Dat is dus deze. En ik ben echt helemaal weg van de glossjes van Chanel. Want het is heel mooi en glanzend en subtiel ook weer. En dat is deze. Het is een beetje een baksteenrood kleurtje, maar met een klein goud shimmertje erin. En hij is lekker glanzend, maar tegelijkertijd ook wel heel erg sheen, of hoe noemen we dat? Transparant. En het is gewoon een heel erg subtiel glossje en dat vind ik juist wel mooi. Ik hou niet zo heel erg van die hele dekkende lipgloss, dat vind ik echt walgelijk eigenlijk. Dus dit was echt prachtig, vond ik. En deze was $30 volgens mij. En dan heb ik nog een mascara gekocht. Dit is mijn favoriete mascara. En dit is Le Volume de Chanel. En dit is in de kleur bruin. Want dat wilde ik graag. Dat vind ik iets subtieler dan zwarte mascara. En dat staat ook best wel mooi. En natuurlijk op een of andere manier. En dit geeft je wimpers echt een heel erg mooi lang en volumieus effect. Het borsteltje dat is gewoon rubber. En met hele kleine, fijne, korte haartjes. En dat is deze. En ja, dat is gelijk de kleur. Ik weet niet wat ik hier verder over kan zeggen. Maar het is gewoon een hele mooie subtiele mascara. En deze was volgens mij $32. Dan heb ik hand sanitizers gekocht. En dat zijn er 12.
Maar eentje heeft mijn vriendje meegenomen en eentje zit aan mijn tas. Maar totaal zijn het dus deze. Ze hadden een actie zetten voor $5. En ik heb er dus 6 meegenomen. Waarvan er eentje in mijn tas hangt en eentje bij mijn vriendje. In Amerika en vooral New York zit het zo. Want New York is echt super disgusting. Het is vies, het is oud. En alles wat je aanraakt, het heeft waarschijnlijk al 2 miljoen keer eerder aangeraakt. Geweest? Jeetje, ik kan echt niet meer praten. Dus hand sanitizer is echt een must. Je hebt er heel vaak goede deals. Dit komt dan van Bath & Body Works. En zij staan er echt een beetje onbekend om hun hand sanitizers. En in verschillende geurtjes en kleuren en zo. Maar ik heb er bijvoorbeeld mango en vanilla buttercream. En You're My Sunshine. Dat is een beetje... wacht, let me smell dit. Oh ja, dit is een beetje citrusy. Dan heb ik nog cucumber en melon. En strawberries en watermeloen. En forever pink sugar kiss. Hello, beautiful en gardenia spring rain en sparkling limoncello. En dan heb ik er dus nog eentje van mijn vriend. En even kijken waar mijn tas is. Hier, wat ze dus ook verkopen zijn van die kleine dingetjes en dan kan je ze aan je tas hangen. Dus dat is heel handig. Deze zijn volgens mij rond $1 of zo. En dan krijg je zo'n klein rubber houdertje en je hebt ook echt een hele grappige patroontjes. Maar ik vond het wel even mooi voor aan mijn tas. En dan kan je dus zo je hand sanitizer erin hangen. En dit is de Heart of Gold. En deze heeft glittertjes erin zitten. Dus overal zit momenteel glitter bij mij. En dit ruikt gewoon heel erg lekker en zoet. En ook wel weer fris. Dus elke keer als ik deze geur ruik, dan moet ik denken aan New York. Dus dat maakt me heel erg blij. Maar dit heb ik dus gewoon in mijn tas hangen. En ik kan je wel aanraden als je een keertje naar Amerika gaat om dan even naar Bath & Body Works te gaan. Te kijken wat voor deals ze hebben op de hand sanitizers. Ik heb er echt een obsessie mee, want ik vind echt alles wel geluk om aan te raken. Dus dit is echt voor mij de droom en goedkoop. En hier ben ik heel erg blij mee. Dus dat. Dan heb ik nog wat goodies van Sephora. Ik heb er elke dag een maskertje gekocht en een lippenbalsem. Maar de lippenbalsem die ben ik kwijt, want het kan heel weinig. Maar dit zijn mijn favoriete maskers. En dit zijn de sheet masks. En deze zijn doordrenkt in serum. En dit is het Green Tea Face Mask. En ik heb ook nog de lichtroze en de rode en de donkerroze geprobeerd. Maar deze had ik nog over en deze neem ik zo meteen, of die doe ik zo meteen even op. Ik heb het echt nodig, want mijn huid is super vettig geworden en het is helemaal naar. Maar zoals jullie wel weten, een sheet mask, dat is gewoon zo. Dat is een velletje en dat is dan doordrenkt in serum en in allemaal good stuff. En dat breng je dan aan op je gezicht. En dan laat je dat eventjes 15 minuutjes zitten en dan kan je het inmasseren op je gezicht. En dan wordt het super lekker zacht en glanzend of wat dan ook nodig is voor je huid. Dus dit is mattifying en anti-blemish. Maar je hebt er bijvoorbeeld ook nog dat het bijvoorbeeld je huid oplicht. Of dat het wat minder grauw maakt of meer vocht inbrengt. Dat is heel erg fijn als je net van een vliegtuig afkomt. Maar ik heb deze dus nog over. En deze zijn volgens mij $6 per stuk. En ik kreeg er zo'n klein tasje bij omdat ik er al genoeg had gekocht. Dan is dat alle beauty die ik heb gekocht. En dan is er nu alleen nog maar kleding over. En daar ben ik heel erg blij mee, want ik hou van kleding. Om te beginnen bij Forever 21. Daar was ik de eerste avond geweest op Times Square omdat ik geen pyjama bij me had. Omdat ik nog niet helemaal wist of het heel warm of het heel koud zou zijn op mijn kamer. Dus ik heb eventjes daar op de spot een pyjama gekocht. Dit was volgens mij $13 of zo. En dit is een katjesonderbroek. En van onderbroek een katjesbroekje. En dat is heel schattig met roze kleine, ja wat zijn het, Maine Coons of persjes of zo. En dit is gewoon een heel schattig roze broekje met van die ruffeltjes of roetjes aan de onderkant. En dan staat er op het shirtje, die is gewoon wit, You're the Cat pyjama's. Dus dat is heel makkelijk. Deze stinkt verschrikkelijk nu. Maar dat is deze en die had ik gewoon nodig, want ik ga niet in mijn ondergoed daar slapen. Dat vind ik een beetje, weet niet, vind ik niet prettig om in je ondergoed te slapen. Dus ik had deze gekocht, dat is lekker cheap. Dan heb ik nog een shirt gekocht bij Forever 21. En dit is een Eagle shirt. Oh mijn god. Dit is het hotel. Dit is Hotel California album cover. En dat is deze. Dit is gewoon een heel simpel katoenen. Wat is het? Volgens mij is het niet eens katoen, maar gewoon polyester. Maar dit is dus de Hotel California album cover van de Eagles. En dat is momenteel een van mijn favoriete albums. Deze was trouwens echt spotgoedkoop. Volgens mij heb ik voor dit shirt maar iets van $17 betaald of zo. En dat is voor een band shirt niet heel erg veel. Ik weet dat Forever 21 natuurlijk echt alleen maar winst maakt op zulke shirts. Maar ik vind het geweldig. En ik heb echt gevlogen in dit shirt. En het zit heel erg lekker comfortabel. Dus dat is deze. Dan bij Urban Outfitters heb ik ook twee hele leuke dingen gekocht. Om te beginnen, dit Guns N' Roses jack. Of het is eigenlijk niet eens een jack. Het is meer een flannel. Volgens mij is het officieel een overhemd of hoe heet zoiets.
Maar ik heb het gewoon als jas gedragen omdat het in New York best wel goede temperatuur was, net als in Nederland. En het heeft gewoon het Appetite for Destruction logo erop. En gewoon met alle bandleden. En het is rood. Het is momenteel iets... Ja, de kleur komt best goed over. En het is een beetje donkerrood. En dan is alles gewoon lekker stevig en warm. Dus dat is prima. En ik vind het wel leuk dat de print zeg maar ook een beetje vervaagd is. Dus dat het er niet zo hard op ligt. Maar ook een beetje gewoon vervaagd is. En dat alsof het al jaren gedragen is. En hier heb ik volgens mij $36 voor betaald. Min 10%. Dus reken maar uit. Dan heb ik nog een band shirt. Want dat is in principe het enige wat nog over is. Dit is weer een Appetite shirt van Guns N' Roses. En voor, mocht je je afvragen. Ja, Guns N' Roses is mijn favoriete band. Ik luister echt naar de band shirts die in deze video zitten. Voor ik allemaal ellende over me heen krijg. Ja, ik luister daar wel naar. En dan staat op de achterkant gewoon Guns N' Roses Los Angeles. En dan de tourdaten. Dat is volgens mij 18, 19 en 22 oktober. Dus dat is deze. En het is een heel erg lekker stofje. Gewoon lekker stevig. En dit was van de mannencollectie. En dit zit heel erg lekker en groot en baggy. En I love this shirt. I do. Heel prettig. Dan zijn mijn laatste twee items van Brandy Melville. En om te beginnen heb ik dit shirt. En dit is een Pink Floyd Dark Side of the Moon Tour shirt. En dit is zo'n mooi shirt. Dus hij heeft niet voor mogelijk. Hij is donkergrijs. En echt super vies. Maar er staat het prisma erop. En dan staat er gewoon Pink Floyd op in gele letters. En op de achterkant staat de tour uit 73. Dus alle tourdata met de steden waar ze zijn geweest. Maar dit is echt een van mijn favoriete shirts. En deze had ik heel vaak aan deze week. En ik ga deze nog heel erg vaak dragen. En ik ben hier super blij mee. En dan als laatste heb ik nog een trui. Deze is ook fucking ranzig. Maar dit is gewoon een USA trui. Ook van Brandy Melville. En deze is een beetje zeg maar luchtig en makkelijk voor over shirt. En ik had deze gekocht omdat ik het koud had. En ik dacht, nou ja, ik moet toch ergens wel een soort van souvenir hebben. Dus dat ik deze gekocht omdat er USA op stond. En deze is donkerblauw en heel simpel met het met Amerikaanse vlaggetje erop. En dat was alles wat ik heb gekocht in Amerika. Jongens, sorry als dit een hele lange video is geworden, maar dat merken we vanzelf wel. En dan wil ik je hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen en een beetje te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. Foto's staan trouwens op Instagram. En ja, wil ik je hartelijk bedanken voor het kijken. En ik zie je snel weer. Hasta la vista, bachatos.